De volgende generatie talenten klopt alweer op de deur bij AZ. Een van hen is Kenzo Goudmijn. De pas 16-jarige middenvelder maakt al zijn officieuze debuut bij het eerste. En heeft inmiddels ook al zijn eerste contract bij de club getekend. Het is een moment waar ik naar heb uitgekeken sinds dat ze hebben verteld dat ze een aanbieding gaan doen. En dan is het zover en dan heb ik familie, vrienden mee. Die zijn allemaal bij me en dan is dat zeker wel een speciaal moment als ik dan mijn handtekening eronder zet. En een van die aanwezige familieleden was Kenneth Goudmijn. Tegenwoordig trainer van AZ onder 16 en ook oudspeler van de Alkmaarse club. De uitbraak is via Kenneth Goudmijn. En uiteraard de trotse vader van Kenzo. Hij wilde al vanaf zijn vierde voetballen. En het is niet dat ik zei, hier heb je een bal en ga aan de gang. Hij wilde vanaf zijn vierde voetballen. Nou, vanaf zijn vijfde werd hij lid bij een voetbalclub. En hij is lekker gaan voetballen. En voornamelijk ook omdat zijn vriendjes het deden. En ze dat voor het huis deden. Dus ja. En dan rol je er een beetje in en dan zie je dat hij talent heeft. Er wordt gezien dat hij talent heeft. Dat wordt opgemerkt. Nou ja, goed. Enzovoort enzovoort. Zie je hem als voorbeeld? Als voorbeeld? Nou, mijn vader helpt me wel gewoon. En ik kan wel heel goed dingen van hem aannemen, omdat hij zelf ook heeft gevoetbald. En hij is gewoon altijd eerlijk tegen me, ook als het slecht gaat. Het is niet dat hij blijft zeggen van ja, je doet het goed. Of, maar als het slecht gaat, hoor ik het ook van hem. Dus ja, daarin is het wel gewoon een voorbeeld dat hij me heel erg helpt. Hij zit bij een hele mooie club, speelt met hele goede spelers, hij heeft goede trainers om zich heen. Dus ja, hij zal zelf heel veel moeten laten zien. Maar dat wil niet zeggen omdat hij nu een contract heeft getekend of bij AZ zit, dat hij daardoor ook het betaald voetbal gaat halen. Er zijn ook weer genoeg voorbeelden waar is bijgebleken dat het niet zo is. Dus dat krijgt hij te horen, ja. Wat zijn jouw dromen? Mijn droom? Ja, ik wil zo snel mogelijk gewoon naar het eerste, want dat is mijn droom. Ik wil doorbreken bij AZ. En ja, uiteindelijk natuurlijk wel naar een grote club in Europa. Ja, ik wil dat nou niet. Maar ja, ik ga eerst mijn best doen om in AZ 1 te komen.